Iedereen begint hier, echt. Iedereen begint hier. Er mag geen moer uit. Daarom ben ik er ook uitgekomen. Dit is gewoon strepen halen. Echt waar. Als jij een keer een slechte avond hebt, je hebt kut gescoord, wat dan ook. Ja, en je hebt fucking zoveel strepen al op je cv, jongen. Er is niemand die kan zeggen, je bent een loser. Omdat jij fucking deze strepen al in je kamer hebt getrokken, jongen. Ik heb 40 slipjes aan je uit je kast om nog een beetje, om je weer gemotiveerd te raken. En ik denk, nou fuck. Het is gewoon een fucking slechte avond. Dan moet je kijken wat ik al op mijn cv heb. Weet je, dus dat pakt niemand je af. Dus dit is altijd goed. Dit is fucking altijd goed. Zeker ook als je in een relatie zit. Waarom? Zo'n chick die gaat een beetje dreigen en je zegt, hé, wat is dit? Ik ga deze even bellen. Ja, hey, jongen, afdwingen, jongen. Dat dwing je gewoon af. Zeg, vriend, moet ik weer op de straat op? Ja, dat is je hebt motivatie nodig. En dat kan er bij sommige mensen wel mee inschieten. Dat ze denken, waarom doe ik, waarom ga ik eigenlijk vrouwen zien? Sommige mensen zijn gewoon gemotiveerd omdat ze heel graag seks willen. Dat kan heel goed werken. Dan werken we heel snel. Als jij zegt van nou, je doet het voor. Gaan we heel snel resultaten boeken, jongens. Omdat het gewoon goed werkt. Omdat op het moment dat je seks hebt gehad, je ook gewoon gelukkig wordt. Dus dat scheelt. Dus als jij lekker hebt geneukt, dan die komt bij mij en zegt, ah ja, je hebt er meer zin in? Ja, zeker. Ik wil nog meer seks. Okay. Ja, maar dan gaat het nog wel een beetje om wie. Als het een goede tokkie of zo is, ja, dan heb je misschien wel seks gehad. Maar, kijk, we gaan geen apen neuken, maar ook geen dieren. Maar kijk, ik moet je zeggen, ik heb bepaalde vrouwen. Waarbij ze zegt van ja, die zou je toch op die bruiloft willen zien, maar. Ja, kijk, dat wil je niet in het openbaar met iedereen voor. Ja, maar ja, kijk, soms ga je in je bed. De juiste houding is het beste. Goed te doen dan. Maar gewoon in je bed. Hè? En het is altijd nog beter dan het moment dat je in je bed hebt van ik had nog. Dat is zelfs voor die reden. Ja, het volle is, ja, zo zie ik het ook. Kijk, moet je niet aan kijken. Ja, dat is ook een beetje de praktijkmentaliteit waarmee ik wil leven. Ja, ja. Kijk, we kunnen allemaal zeggen van ja, we willen vijf sterren eten. Maar we weten dat als we uit ons werk komen met baas, dat we toch een beetje bij de McDonald's moeten eten. En dat is ook een beetje jullie mentaliteit. Kijk, je moet weten wat je eet. En je moet weten dat je gewoon geld aan de kant zet voor de 5 sterren maaltje. Ja, maar dan plan je ook gewoon echt. Maar ook kan je kiezen tussen niks en misschien wat voedsel, ja, dan ga jij voor niks. Ja, oké. Maar dat is het verschil van mening. Kijk, ik ga dan gewoon persoonlijk ga ik dan gewoon echt voor een hapje. Kijk, meerdere hapjes is toch wel een goede maaltijd, weet je. Ik heb vragen. Dit is, misschien zeggen sommigen als ja, het is een half punt en dan nog een half en dan toch een half punt. Ik bedoel, laat dat optelt. Kijk, ik bedoel, ja, dat is toch. Ja, okay, nee, kijk, maar, één vanuit twee borsten, weet je wel. En dan heb je in de gat, toch actie. Ja. Dat is dus, als je het zo verwoordt van. Dat is die high impact van een sniper of een vrouw. Ja? Als je in één keer die kogel in één keer erin zet, dat is die high impact. Dus dat betekent dat als je sniper bent, mag je geen fouten maken. Je mag niet afwijken. Als je snipert en vrouwen zien dat je veel mist, dan ben je geen sniper. Dan geloof ik zo niet. Dus kijk even sniperen, maar hij mist de hele tijd, hè? Hij is fucking niks. Maar als je gewoon grondtroep bent, collateral damage, dan lacht gewoon, ja, hij verliet gewoon in. Hij je daar dat niet zien, hij moet een beetje. Maar nee, maar je doet je gewoon, je pakt de andere weer. Knuffelen gewoon, aanvallen. De nadruk ligt hier gewoon op aanval gewoon. Weet je, dat is gewoon. Maar nee, wat of wie? Je bent gewoon bezig, je trekt het los en je denkt, ja. Hij is bezig, ik heb respect voor die man. Ah, hij wil wel. Weet je, dat is niet deze nadruk gewoon. Hij is gewoon leren. Oké. Alles wat beweegt. Kom je binnen. En dat is makkelijk natuurlijk,
amicale, leuke jongen kennen die in ieder geval. Want vrouwen vinden het altijd leuk als ze aandacht krijgen. Aandacht is altijd goed. Als je vrouwen gewoon aandacht geeft, zijn ze altijd oeh. Oké. Okay. Dus als je op een vrouw mikt en je geeft aandacht als ze sniper, zijn ze ook oeh. Maar ze zijn heel kritisch naar elkaar toe. Omdat als jij die sniper bent, dan moet je nog op zijn, want dan geloven ze het allemaal. Als ze het allemaal geloven en ze gieren allemaal op jou, dan heb je 100 extra bonuspunten. Want dan schiet je zo dan kun je, als je op het moment dat jij vier vrouwen in één headshot kunt raken, omdat ze allemaal achter elkaar staan, dan is echt zo, ja, schiet mij, dan ben je master op de game. Dat is echt zo, in een rij gaan staan, nee, ik wil niet. Maar vaak is het niet zo, weet je. Vaak is het gewoon dat je een beetje achterstruimt. Dat is gewoon... Niet. Dus je moet... Dus... We zijn niet zo ver, dat zou goed maken, maar dat zouden we eventueel kunnen doen. Het beste natuurlijk is dat je zegt van oké, we pakken als target, want dat is het voordeel als we geen sniper dingen hebben. Hè? Dus als we common ground hebben, zeggen alle targets zijn gewoon free for all. Dan kun je gewoon zeggen, nou de hele dansvloer, alles wat binnen hier is, is impossible, is gewoon target. Dus we hoeven niet te zeggen, we gaan hier, maar ja, waar gaan we staan? Dat maakt niet uit. Alles hier is een target, maar wat gaan we hier staan van? Dit is ook een target daar, wie daar staat is de lul gewoon. Dus de vraag van waar gaan we staan, waar gaan we heen, dat doet er niet toe. Weet je, je staat gewoon daar dan of iets. Net waar je bloed draagt. Weet je, als deze twee een beetje hier naartoe schuiven, dan verplaatsen deze twee een beetje. Je houdt elkaar een beetje in het vizier. En je probeert een beetje het veld met elkaar, het spanningsveld naar elkaar toe, probeer een beetje te bewaren. Dus hier staat twee, is er één in het midden. Die twee kijken naar de middelste en die twee kijken naar de middelste.